Doordat er nu veel minder treinen rijden, kunnen wij veel meer werk doen en misschien ook naar voren halen. Het is stil in Nederland en er rijden veel minder treinen. Het is een hele gekke tijd. Voor ProRail de kans om aan het spoor te werken. Met elkaar de schouders eronder. Samen met onze aannemers maken we het spoor klaar voor de toekomst. Wij zijn een vitaal beroep, dat is zeker mooi. Dit zijn de doorbouwers. We zijn hier op de baanvak Hilversum-Blauwkapel. Het spoor wordt vernieuwd omdat het einde levensduur kent. We gaan de dwarsliggers, spoorstaven en de ballast vernieuwen. Het werk is een lijnproject, dus het vindt heel uitgestrekt vindt het plaats. Daarin kunnen we goed met mensen op 1,5 meter afstand van elkaar houden. Maar met name de punten waar ze samenkomen in de keten, bij het inchecken, inscannen, het krijgen van instructie. Mooi achter het glas. Het zijn vaak de locaties waar mensen op elkaar zijn gepakt. Ja, daar is extra aandacht nodig. Tijd is toch krap, er moet veel gebeuren, planning komt nauw. En dan is dit het moment suprem waarin het allemaal moet passen. Ja, dan krijg je dan nog de doorgang om dit te moeten doen. En het is ook wel een extra compliment dat je toch in een vitale sector aan het werk bent. We zijn er nog niet, we zijn wat dat betreft nog maar net begonnen. Ja. Veiligheidseisen staan bij ons altijd hoog in het vaandel. Maar in deze periode helemaal. Wij kijken met de aannemer mee of het inderdaad goed en veilig gebeurt. Je moet je er bewust van blijven dat je 1,5 meter afstand houdt. Op het begin was het een beetje ongebruikelijk natuurlijk. Daar ren je al gauw naar iemand toe en even een handje geven en dingen. Dat moet je nu afleren. Maar het gaat steeds meer wennen, vind ik. Dan moet je even die ballast moet je verdelen over het aantal bakjes. Hé, hey, Bertus, het werk kan wel gedaan worden. Ja. Dat sowieso. In zekere zin is het een voordeel. We zien als ProRail kansen om spoorvernieuwingswerkzaamheden uit te voeren, omdat er een stuk aan minder treinen rijden momenteel. De hinder wordt minder ervaren. Ja. Willem, aan de kant. Donder op. Hey, hou je grote mond. Je moet streng voor jezelf zijn en voor de medemens. En het werk gaat gewoon door, gelukkig door. Wij moeten zorgen dat het openbaar vervoer rijdbaar blijft. Voor de BV Nederland. Alles voor de BV Nederland doen we. Het blijft gewoon altijd mooi werk. Grote machines, mensen met één doel om te zorgen dat er goed spoor komt te liggen. Voor de reizigers en de saamhorigheid. Dat maakt het heel mooi.